You look like an angel. Look like an angel. Walk like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Mensen zijn altijd heel verrast omdat ze denken van, hé, wat is dit nou weer? En mensen moeten ook een beetje zoeken. Ik heb ook letterlijk een keertje iemand meegemaakt dat na afloop, toen ik inderdaad langs de tafels ging om even te voelen wat mensen ervan vonden, zei een man, hij was marktman, vertelde hij later, marktverkoopman. Hij vertelde letterlijk van, ik kreeg vanavond een cultuurshock. Daar in het kleine café aan de haven. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in het kleine café aan de haven, daar telt je geld. Kijk, voor mij is het natuurlijk in zoverre altijd heel, heel makkelijk. Het is natuurlijk altijd een thuiswedstrijd. En het is wel zo dat naarmate ik dus langer bezig ben, merk ik nu inmiddels dat heel veel mensen reserveren en het is bijna zelfs al onder voorbehoud dat er gezongen wordt. Dus ik weet natuurlijk dat als ik mijn ding ga opstarten, dat het op prijs gesteld wordt. Dat weet ik uit ervaring natuurlijk inmiddels. Dus dat is voor mij natuurlijk niet altijd een verrassing van oké, ik ga nu mijn ding doen, gaan ze het leuk vinden of niet. Dus de afgelopen 7 jaar heeft het natuurlijk op zichzelf natuurlijk wel een beetje bewezen. Ja. Was het hier goed gekomen zonder dat zingen? Ik denk dat het heel moeizaam zou zijn geweest, want ik heb het restaurant inmiddels 7,5 jaar geleden overgenomen. En toen ik het overnam, een maand later, werd in Almere Buiten, dus het betaald parkeren, werd ingevoerd. En wetende dat het toen al praktisch leeg was in het zitgedeelte. Het zijn voor mij te dure vierkante meters om ze onbezet te laten. Dat is absoluut. Mijn afhaal loopt wel redelijk nog door. Maar in een weekend moet ik een stuk vulling hebben. Want anders is het gewoon niet op te brengen. Als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wil. Ik hou een kamer voor je vrij. Dat optreden ligt ook uiteindelijk wel een bepaalde druk op je schouders. Je moet het restaurant runnen, maar ook weten dat stukje optreden echt heel belangrijk is voor het geheel. Ja, dat is absoluut waar. Ik kan eigenlijk ook niet veroorloven om ziek te worden. Klinkt heel gek, maar het is eenmaal zo. En dat muziekgedeelte is dusdanig belangrijk dat we zelfs bepaalde situaties hebben meegemaakt dat op een aantal momenten, omdat het dusdanig druk was, dat eigenlijk het restantzitgedeelte een beetje begon rumoerig te worden, omdat heel veel mensen moesten wachten en alles, gingen we dat zelfs verzachten door maar te gaan optreden. Ragged sunshine on a cloudy day. Ik denk dat je kan zeggen dat ik het meest geniet van het feit dat ik zoveel positieve feedback krijg door te doen wat ik doe. En mensen vinden het gewoon heel gezellig als ik begin te zingen. En mensen geven het ook altijd aan. Dus dat is iets wat mij gewoon zoveel voldoening geeft. Want ja, je moet je voorstellen, ik doe het natuurlijk elk weekend. Als ik zelf daar niet echt 200% plezier in zou hebben, ja, dan was het natuurlijk voor mij eigenlijk al lang afgelopen geweest. Maar ik krijg zoveel energie door juist de positieve feedback, dat het mij gewoon echt 500% overeind houdt. Ja. As a lame near the green, green grass of home. Oh yeah! Dank u wel, dames en heren. Dank u wel. Thank you.